Als je in badjes wilt chillen, dan ga ik wel mee. Nog slippers erbij en dan ben ik tevreden, want ik heb thee. Morning! Of middag eigenlijk, want het is al 11:15. Ik was zo achterlijk laat gaan slapen. We gaan de dag beginnen met een vrolijk verhaal, maar niet heus. Ik was namelijk op Facebook aan het lezen en toen zag ik dus een verhaal van twee Britse backpackers in Koh Tao. En die zijn dus blijkbaar in september doodgeknuppeld op het strand waar ik letterlijk heb rondgelopen. Ik heb over de murder site gelopen. Yes, daar word je niet vrolijk van. Ik ben ook echt een beetje in shock of zo. Toen ik daar was, ik wilde zo graag uit. En Stefan zei, joh, ga gewoon, bla bla bla. Ik denk niet dat het heel moeilijk was geweest om mensen te ontmoeten. Weet je, je gaat gewoon bij een groepje mensen staan, een beetje kletsen, backpackers onder elkaar en dan ben je alweer binnen. Maar ik had er gewoon zo geen goed gevoel bij. En ik wilde zo graag uit. Maar ik zei tegen ze even, nee, het voelt gewoon echt niet goed. Ik wil niet. Tot op de dag van vandaag blijkt het advies van Nadine echt goud waard. Luister naar je gevoel. Als iets niet goed voelt, dan moet je het ook echt niet doen. En nu ik dit zeg maar, nu ik hier achter ben gekomen en ik weet nog hoe ik me toen voelde, denk ik nog meer, ik moet naar mijn gevoel luisteren. Ook al is het soms heel irrationeel of ja, denk ik echt zo bij mezelf, doe normaal of ga gewoon of iets of zo. Of, dan moet ik het toch maar gewoon niet doen en mezelf realiseren dat het waarschijnlijk het beste is en me naar beste resultaat leidt, ook al weet ik zelf niet wat dat resultaat is. Toch ook mijn beste advies voor als je op reis bent, volg je gevoel. Ik ga even dit opdrinken, lauwwarm citroenwater. En pancakes. Thee. En pancakes. Yo, trouwens, ik heb iets voor je achtergehouden. Kijk wat ik in, volgens mij een kotter. Ja, een kotter. Ik heb ze dus gehaald. Wat is dit? Dit is dus poeder waar je melk bij doet. Volgens mij hebben we dat in Nederland ook gewoon, dat klop-klop of zo, dat slagroom. Oh, wacht. Nee, dit is slagroom. En dit ook. Maar dit is dus poeder waar je ijs mee kan maken. En dan doe je dus inderdaad ook melk erbij en dan mix je het en dan stop je het in de vriezer en dan heb je ijs. Wat heb ik nou genomen? Dit is naturel chocola met sinaasappel. Winning in life. Dit vind ik zo lekker. En gewone chocola. I have no idea waarom dit anders is. Misschien zit er gewoon meer suiker in dan in de Nederlandse klopkop. Maar ik vind dit zoveel lekkerder. Nam 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 nam. Het is nu ondertussen 7 uur tijd om eten te gaan maken. En ik heb geen idee wat ik ga eten. Verrassing binnen 3, 2, 1. Een salade van spinazie, cherry tomaatjes, gedroogde tomaatjes, de geroosterde kikkererwten die ik van gisteren over had. En een dressing van citroen, olijfolie, 50-50. Daarbij nog een beetje sesamolie en wat zout en peper. En die ga ik er nu overheen gooien. Oei. Oh yeah. Oeh, er zit ook nog avocado bij. Oeh, en ik heb nog het ultieme kersje op de salade. Oftewel, witte saladekaas. Super, super, super lekker. Vandaag is gewoon een beetje een chill dag, maar ik wil je toch iets heel leuks laten zien, wat ik jou ook al eerder heb beloofd. Namelijk mijn bucketlist! Moet je kijken, wishlist 2012. Laten we even kijken bij het begin. Wat heb ik allemaal gedaan? Nou, twee masters wilde ik heel graag halen. Hoehoe, I'm Einstein. Nou, valt ook wel mee, maar ik vond het wel heel tof voor mezelf. Genoeg geld verdienen om vrij te zijn. Ben ik nog bezig. Ik wil heel graag voor mezelf werken. En als ik een baan krijg, dan wil ik heel graag als stewardess werken. Maar dat zie je zo meteen wel. Visit Chanel Show at Paris Fashion Week. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik dit nog heel graag wil. Het was natuurlijk 3 jaar terug. En toen was ik nog veel meer met fashion bezig en dat soort dingen. Maar nu, ik weet het niet. Ik laat hem maar staan en dan zien we wel waar het schip strandt. Ik wil nog heel graag naar een aantal plekken in Amerika toe. Ik wil nog wel naar Australië, maar ik weet niet, sommige mensen zijn ermee geobsedeerd. Bij mij valt het wel mee. En dan zie je hier staan wat ik allemaal heb afgetikt. Dat was in het eerste jaar dat ik deze lijst opstelde. Toen ging ik meteen heel veel reizen. Florence, die staat nog op mijn lijstje. Daar wil ik nog echt heel graag heen. Rome, kunnen we aftikken. Moet terug. En als je denkt, Yves, je praat best wel vaak met Engelse woorden. Nou, ik schrijf dus ook heel vaak Engels. Omdat ik soms vind dat je in het Engels veel beter kan uitdrukken dan in het Nederlands. Even kijken, we gaan deze groen maken. Oei, yay. Ik wilde heel graag naar het buitenland verhuizen en in een vreemd land wonen. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar ik laat hem wel erop staan. Ik wil heel, heel graag naar Mardi Gras in New Orleans. Dat lijkt me echt heel tof. Niet om mijn blote borsten te laten zien en kettingen te vangen, maar het lijkt me gewoon super tof. Ik wil nog een keertje naar Tokio. Ik heb Dior schoenen gekocht. Draag hem vaker. Is hij groen? Ja, hij is groen.
Oké, okay. Ja, hier zie je het al. Stewardess werken. Ik heb al een keertje gesolliciteerd bij de KLM en ben toen helaas niet verder gegaan naar de volgende ronde. Ik weet ook precies waarom. Het was gewoon mijn tijd niet, maar misschien nog een keertje. Zwemmen in de Caribbean op een wit strand met mintwater. Dat is niet waar, want Jamaica was alles wat ik ervan had verwacht. Ja, echt Jamaica. Daar moet je heen. Ik ben in Auschwitz geweest. Het was heel, heel, heel indrukwekkend. Ik wil nog naar de piramides. Ik wil nog Spaans leren. Hier komt nog bij Chinees leren. Ik wil heel graag een boek schrijven. En ik heb ook al een idee in mijn hoofd waarover ik hem zou willen schrijven. Ik wil nog naar Disney World in Orlando. Dit is echt een kinderdroom. Hier wil ik zo, zo, zo graag heen. Dit is een soort van ultieme droom. Dat Beyoncé op mijn bruiloft komt zingen. Als ik ooit ga trouwen. Ik denk niet dat ze dat gaat doen. Aangezien ze dat ook niet eens voor Kanye en Kimmy wilde doen. Maar hey, a girl can dream. 3 jaar terug wilde ik al naar Burning Man. Maar ja, dat valt nu ook wel weer mee. En dit is natuurlijk waar het om gaat. Waar we het eerder over hebben gehad. In de haven van Hongkong. Alleen zitten, een Subway sandwich met genoeg geld om 6 maanden door Azië te reizen en helemaal vrij te zijn. Dan happiness. Het leek echt zo'n onbereikbare droom. Zo'n gigantisch, ja, iets wat gebouwd moest worden. En I did it. Ik ga ook naar India toe. Kijk dan. Oh. Amazing. Ik wil nog heel graag naar Aruba toe, naar Hawaii, naar Saint-Tropez. En er staan nog een paar dingen op die toch echt heel persoonlijk zijn. Soms lijken dingen zo gigantisch groot en het lijkt alsof je er nooit gaat komen. En als je dan ziet dat je toch bepaalde dingen bereikt van je lijst. Daarom is het ook zo belangrijk om dat zwart op wit te zien. Als je iets wil, schrijf het op. En dan als je meerdere dingen begint af te tikken, dan zie je gewoon met je eigen ogen dat het allemaal aan het lukken is. Het is soms heel makkelijk om dat te vergeten. Op momenten dat ik denk dat het niet gaat lukken, dan heb ik altijd deze quote bij de hand. Deze had ik gevonden tijdens mijn burn-out. En daar staat, just because you didn't yet doesn't mean you won't. In het Nederlands vertaald betekent het dat je iets nog niet hebt gedaan. Betekent niet dat je het nooit gaat doen. Zo voelen sommige dingen wel. Dat je soms werk je aan dingen en dat duurt het gewoon zoveel langer dan je verwacht had. Of lijkt het gewoon zo lastig. Maar dan moet je toch altijd in je hoofd houden dat omdat je het nog niet gedaan hebt, betekent niet dat het nooit gaat lukken. Blijf gewoon altijd eraan werken en in kleine stukjes. Elke dag is een stap vooruit, dan kom je er wel. Ik dacht oprecht dat dit een best wel saaie vlog zou worden. Ik ben vandaag gewoon de hele dag thuis, een beetje aan het werk. Voel me ook niet zo heel energiek, om het zo maar te zeggen. Maar als ik zo weer kijk naar mijn lijst en naar deze quote, dan krijg ik daar weer zoveel energie van. En word ik daar zo vrolijk van. En dan heb ik weer helemaal zin om, ja, om te bedenken wat ik allemaal nog meer voor toffe dingen in mijn leven zou willen doen. Ik hoop dat als je dit kijkt, dat je dat ook realiseert. Dat jij dat ook kan. En dat jij ook dit zo'n lijst kan maken voor jezelf. En gewoon, ja, vanaf morgen al kan beginnen te sparen. Het is 2 uur, tijd om te gaan slapen. En tijd voor de vraag van vandaag. De vraag van vandaag is, die ik even heb uitgekozen. Vond je de pandan pannenkoekjes van de Indonesische theetijd lekker? Hele yeah! Super, super, super lekker. Doe mij er meer van. Mocht je zelf een vraag hebben, stel hem dan hieronder. En mocht je door de comments scrollen en een vraag zien waarvan je denkt, die moet je echt beantwoorden, steek dan een duimpje omhoog bij die vraag. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Doei, welterusten!